De regionaal vertegenwoordiger van de United Nations International Children's Emergency Fund, UNICEF, Nicolas Pron, heeft gisteren zijn geloofsbrieven aangeboden aan minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking. Gelijk na de aanbieding is het landenprogramma voor 2021 getekend. Het programma bevat een viertal projecten ten behoeve van het Surinaams kind voor een bedrag van 950.000 Amerikaanse dollar. Minister Ramdin sprak zijn goedkeuring uit dat ondanks de COVID-19-pandemie er projecten in het belang van het kind zullen worden uitgevoerd. UNICEF zal in de komende tijd ook speciale aandacht schenken aan de mentale gezondheid van kinderen. Nicolas Pron heeft als standplaats Georgetown, Guyana.